Oké, uit dezelfde groep gedichten waar Lili de Mizraag ook vandaan komt, van Yehuda Halevi, dus de reis naar Zion, een derde gedicht met de titel Naar de berg Abarim, Har HaAbarim. Ik lees hem eerst in het Hebreeuws, vertaal hem dan voor en dan bekijken we de betekenis ervan. Shalom lecha har ha'avarim. Shalom lecha mikol avarim. Becha ne'esaf michar enosh. Vayehi vecha michar kfarim. Im lo yedatau sha'al. Yamsuf asher nikzar kzarim. Ush'al sene ush'al lahar sinai. Yeshivucha amarim. Ha'ne'eman al malachut. Ha'el v'hulo ish dvarim, im ha'eruhim ozeri, alai l'sharecha nedarim. Dat laatste las ik trouwens fout. Alai l'sharecha nedarim. Oké. Dus wat betekent dat allemaal? Shalom lecha, gegroet zij jij, vrede zij u, har ha'evarim, de berg Abarim, de berg van degene die naar gene zijde gaan. Shalom lecha, vrede zij u, mikol avarim, van alle zijden. Ever is zijden, en dat is dus een woordspeling. De berg Abarim is de berg van de zijden. Vrede zij u van alle kanten, van alle zijden. We gaan er zelf, in u is verzameld, mifchar enosh, de elite van de mens. Waar je hier gaat en in u zal zijn, of er is in u, Mifgar Kfarim. Een merkwaardige uitdrukking, want Mifgar is de uitverkorene, dus de uitverkorene van de mensheid, en dan hier de uitverkorene van de grafplaatsen, de kever. Mifgar Kfarim, dus de uitverkoren grafplaatsen. Kortom, de levenden en de doden, de uitverkorenen daarvan, leven en dood, liggen op die berg Abarim. Imlo yeda tahu sha'al, als je haar niet kent, of als je hem niet kent, berg dan mannelijk, als je hem niet kent, sha'al, vraag dan. Yamsuf, vraag de Rode Zee. Asher nikzar kzarim, die door een uiteenscheuring werd uiteengescheurd. Kortom, die gescheiden werd. Toen Mozes daar natuurlijk met zijn staf op sloeg. Verwijzing dus naar de uittocht uit Egypte. Dus als je deze berg niet kent, ja, dan moet je vragen naar de Rode Zee. Ush'al Seneh. En vraag dan aan de braambos, de Seneh, waar de Heer aan Mozes verscheen. Ush'al Lahar Sinai. En vraag het aan de berg Sinai. En zij zullen met woorden jou antwoorden. Yeshivu ga amarim. Ze zullen met woorden antwoorden. En dan heel merkwaardig. Wat wordt er dan gezegd? Aan de man almal achgoed. Dus hij die betrouwbaar was in het boodschappen. In het boodschapper zijn. Malach zijn. Engel zijn of boodschapper zijn. Van de Heer. Ha'el. Aan de man almal achgoed. Ha'el. En Wehulo ishtvarim, en hij was geen man van woorden. Dat wordt van Mozes gezegd in Exodus 4. En dat zegt Mozes van zichzelf, beter gezegd. Hoe kun je mij nou sturen, Heer, want ik ben een man van weinig woorden, of geen man van woorden. Ima Elohim ozri, als nou de Heer, als nou God mijn helper is, alai neem ik het op mij, nedarim, neem ik beloften op mij. Ja, en dan die merkwaardige uitdrukking, le shagerga, om jou, dus dat gaat dan weer over de Ebarim, als God mijn hulp is, dan neem ik beloften op mij om shager, om vroeg te zijn bij jou. Nou, volgens andere vertalingen ligt daar dan in besloten dat het om een pelgrimsreis gaat, een vroege pelgrimsreis. En waarschijnlijk slaat dat dan op de loop van het jaar. Dus, wat hebben we nou? Die berg Abarim, wat is dat voor berg? Ik vermoed, maar weet dat eigenlijk ook niet zeker.
dat dat toch eigenlijk een andere naam is voor Sinai, of misschien toch wel een andere berg in het land Kanaan, in Palestina. Deze berg in ieder geval wordt gegroet. Dit is de berg waar het allemaal gebeurt. De berg Zion, dus kortom, waar alles samenkomt. Als het de Zionsberg is trouwens, dan is het natuurlijk uiteindelijk de Tempelberg. Gegroet, berg van de Abarim, berg van de vergankelijke, berg van de zijden. Gegroet van alle zijden. Dus hier hebben we met een berg te maken die vele kanten heeft. Waar inderdaad in de profetische voorspelling van alle kanten mensen zullen toestromen in de toekomst. Want uit die berg zal de Torah uitgaan en daar zullen alle volkeren van profiteren die van noordoost, zuid en west naar de berg toekomen. Het is ook niet zomaar een berg, het is eigenlijk de berg van de Mifgar, van de elite, van de uitverkorenen van de mensheid en de uitverkorenen van de graven, levende en doden, beste wat, laten we zeggen, het leven en de dood te bieden heeft, komt daar samen. Misschien wel met de suggestie dat uiteindelijk die pelgrimsreis van de volkeren en de terugkeer van Israël zullen gebeuren op het moment van een opstanding van de Tegiat HaMitim, van de herleving van de doden. Dan heel speels, als je haar nog niet kent, vraag dan, en dan komen een aantal zaken optreden aan wie je het vragen kan, die als ware de betekenis van deze berg vastleggen. Nou, de Rode Zee, de uittocht uit Egypte dus kortom, want die werd helemaal verscheurd terwille van Sion en terwille van deze toekomst. En vraag het aan de braambos waar de Heer verscheen, waarmee dit hele avontuur van Israël begonnen is. Vraag het aan de berg Sinai, waar de Torah werd gegeven. Ze zullen hier allemaal antwoorden. En ze zullen antwoorden met de woorden, Amarim. En dan komt er een soort dubbele punt. En wat zullen ze nou zeggen? Wat is nou de inhoud van wat ze te zeggen hebben? Ze verwijzen dan naar Mozes, want hij was waarachtig in het boodschappen van God. En dat terwijl hij geen man van woorden was. Dus het feit dat Mozes toch de boodschapper is geworden van God en van de Torah, wordt door al deze zaken gezegd. Die hebben nog minder te zeggen. Die berg zegt niet zoveel, en de braambos ook niet. En de Schelfzee ook niet. Maar het zijn de plaatsen, de stille getuigen van wat er allemaal op die berg Abarim, op die berg Zion, gezegd wordt en meegedeeld wordt. In plaats van openbaring die dat is. En uiteindelijk culmineert dat dan in Mozes. Nou, naar zo'n berg moet je natuurlijk heen reizen. Als God mijn helper wil zijn, dan neem ik het op me. Dan neem ik de belofte op me om er zelfs vroeg naartoe te gaan. Ja, naar zo'n berg waar dit allemaal plaatsvindt, waar deze historische betekenissen allemaal samenkomen. De plaats van de levenden en de doden. De plaats van de uittocht uit Egypte. De plaats van de verschijning van God aan Mozes. De plaats van de doorgave van de Torah. De plaats die getuigt van de presentie van Mozes, de trouwe boodschapper die zijn woorden uiteindelijk van God moest krijgen. Naar zo'n plaats wil je met Gods hulp graag naartoe.